Wouter Bos mag weer een pot geld bewaken. De oud-minister van Financiën is deze week officieel begonnen als CEO van het investeringsfonds InvestNL. 1,7 miljard euro mag hij uitgeven. Geen kinderachtig bedrag. Nee, veel geld. Hartelijk welkom, meneer Bos. Ja, hoeveel bedrijven staan er al bij u in de rij? We hebben nu ongeveer 50 aanvragen in de pijplijn, heet dat dan. Serieuze ondernemers met serieuze plannen. Maar toen we open gingen afgelopen donderdag kwamen er op één dag 70 bij. Dus het gaat nu wel hard. 120? Nee, die moet je wel allemaal goed... Ze zullen vast niet allemaal financierbaar blijken. Nee. Niet allemaal bij ons passen. En niet allemaal even goed nagedacht hebben over wat ze nodig hebben. Maar het tekent wel dat er een behoefte is. Ja, want u bent op zoek naar een bepaald soort bedrijven. Die zich bezighouden met de energietransitie. Die zich bezighouden met duurzaamheid, toch? Ja, we hebben als missie dat we Nederland duurzamer en innovatiever willen maken. Dat is iets waar we denk ik allemaal baat bij hebben. En je ziet dat bestaande financiële partijen in de markt, banken, verschaffers van risicokapitaal, die kunnen heel veel doen. Maar soms is het gewoon te riskant. Als je moet investeren in nieuwe technologieën, bedrijven die net ontstaan zijn, en zonder dat je precies weet of er misschien niet in China een concurrent is die het nog beter snapt, dan zijn dat financieringen die riskant zijn. En je ziet eigenlijk in landen om ons heen dat als er dan een instelling bestaat zoals InvestNL, met kapitaal van de overheid, die zegt nou wij zijn bereid dat risico wel te nemen, dan stappen andere kapitaalverschaffers ook in. En dan komt het dus wel los. Alleen denk ik dan wel, ja, als het zo riskant is en die private investeerders durven niet, daar gaat ons belastinggeld. Die risico's zijn dus kennelijk te groot. Nou, de risico's zijn in ieder geval groot. En dat is ook onderwerp geweest van het parlementaire debat bij de oprichting van InvestNL. Het geld wat de Nederlandse overheid erin stopt, die 1,7 miljard, die moet in principe terugkomen. Liefst ook nog met een klein plusje erbovenop. Maar het zal vaak niet lukken. Want als je belegt, als je investeert in riskante ondernemingsavonturen, dan zal het ook geregeld misgaan. Oké, u tempert de verwachtingen al een beetje, merk ik. En u noemde net een klein plusje, dat zou fijn zijn. Het is een revolverend fonds, zoals u zegt. Dus het geld dat u uitgeeft, dat komt ook weer terug, als het goed is. En met een klein plusje erbij. Nou zei minister Wiebes, klein plusje, dit moet gewoon een marktconform rendement opleveren. Ja. Dat is 10-15% binnen een periode van een jaar of 5. Ja, maar dat is gelukkig niet de eis die de aandeelhouder stelt. Onze aandeelhouder is het ministerie van Financiën. Die zegt, bij elke financiering die je doet, moet je je eigenlijk gedragen als normale marktpartij. Moet je marktconform bezig zijn. Dus als het riskant is, moet je daar ook echt een stevige prijs voor vragen. Maar als aandeelhouder accepteer ik wel dat het bij mij vaker mis mag gaan dan een commerciële aandeelhouder prettig zou hebben gevonden. Dus we hebben een aandeelhouder die weet dat het bij ons vaker mis zal gaan dan in de markt. En dan nog hoop je natuurlijk aan het eind van de rit over al die financieringen tezamen genomen met een klein plusje eruit te komen. Ja, wat grappig. Dus de ene man die erover gaat, Wiebes namelijk, die verstrekt dus niet het geld, dat doet Hoekstra. Maar u heeft dan eigenlijk twee bazen, de good cop en de bad cop, zou je kunnen zeggen. Hoekstra is dan de good cop, die zegt, nou, valt allemaal wel mee. En Wiebes die zegt, ho, nee, marktconform rendement. Dat is toch een beetje onduidelijk? Het kabinet spreekt zoals altijd met één mond, dus ongetwijfeld hier ook. Nee, het zit iets anders. Laat ik gewoon een voorbeeld geven. Er komt een ondernemer bij ons die een fantastische technologie heeft waarmee uit afval waterstof gewonnen kan worden. Daar komt ook CO2 bij vrij. En dat CO2 kan ook weer verwerkt worden in een fabricaat. Dus dat is dubbel winst. Je hebt geen CO2 de atmosfeer in. Je krijgt waterstof, wat ook een brandstof van de toekomst is. Alleen het investeren in een fabriek die dat op schaal brengt, kost snel 20, 30 miljoen euro. Ja. Nou, in Nederland zullen banken daar niet snel instappen, want er is nog geen enkele zekerheid dat er omzet is. En risicokapitaalverschaffers zullen wel iets financieren, maar niet alles. En dan komt men naar ons toe en dan zegt men, willen jullie meedoen? Dan kunnen wij gewoon marktconform meedoen. Hè? Want wij kunnen dan onder dezelfde voorwaarden financieren als al die andere financiers. Alleen zij krijgen het plaatje niet rond. En omdat wij meedoen, komt het hele bedrag wel tezamen. Ja. Maar dat doen we alleen in projecten die best riskant zijn. Dus het zal bij ons wel vaker misgaan dan bij een bank of bij een andere kapitaalverschaffer. Nou, zo breng je die twee verhalen een beetje met elkaar in overeenstemming. Ja. En wat daar dan toch van blijft hangen, bij mij, ja, misschien vervelend, maar denk ja, wij gaan dingen doen die meer risico dragen. En dat kunnen wij doen omdat het belastinggeld is. Nee, dat kunnen wij doen omdat we een aandeelhouder hebben die zegt, het is in het belang van Nederland dat we een aantal heel grote omwentelingen in de economie maken. De aandeelhouder is minister Hoekstra van Financiën? Dat is minister Hoekstra, ja. En die zegt, het is belangrijk dat we in 2050 qua CO2-uitstoot of qua gebruik van grondstoffen echt een andere economie hebben dan nu.
dan moet je eigenlijk nu al beginnen met ondernemingen te financieren die de technologieën op de markt hebben in 2040, 2050. En dat kun je niet van banken verwachten. Dat kun je niet van normale, wat dan heet, venture capitalists verwachten. Als je om ons heen kijkt naar andere landen, dan zie je dat als een partij als InvestNL meedoet, dan komen die andere partijen ook los, dan doen ze ook mee. En ja, laten we nou maar doen wat in andere landen blijkt te werken. Zo simpel is dat eigenlijk. Nou precies. En u bent vol goede moed met een goed gevulde bankrekening van uw investeringsfonds. Het is bedacht, dit plan, eigenlijk een beetje in de crisistijd. Hè? Dijsselbloem en Henk Kamp hebben het bedacht. Ja. Net na de crisis eigenlijk. En dan is een van de kritiekpunten dan op dit moment, ja, het komt nu eigenlijk te laat, want kapitaal is nu overal te verkrijgen bij een hele lage rente. En bovendien is het zo dat eigenlijk alle investeerders tegenwoordig graag duurzaam investeren. Ja. Dat laatste is zeker waar. Hè? Duurzaam investeren is gewoon echt commercieel interessant geworden. Maar er is wel een verschil tussen investeren in een fabriek die succesvolle warmtepompen nu al op de markt brengt en verder wil uitbreiden. Of een ondernemer die een baanbrekende nieuwe technologie heeft, iets doet wat nog nooit gedaan is. Mm-hmm. En daar zoeken wij natuurlijk onze plek. Het echt een nieuwe, spectaculair nieuw bijna. Maar daarmee ook wel extreem onzeker voor financiers. En als je dan met ondernemers gaat praten, dan zullen de meeste ondernemers zeggen, banken mogen dat risico eigenlijk niet nemen. En verschaffers van risicokapitaal, die zijn er wel, maar in Nederland voor relatief kleine bedragen. En ze willen er eigenlijk allemaal wel binnen 5 of 7 jaar ook weer uitstappen. En wij hebben dan juist behoefte aan een financier die geduldig is, die langer kan blijven zitten. En dat zijn wij dan. U bent geduldig, stelt iets minder eisen op het gebied van rendement. En u zegt, wij mogen ook wat meer risico nemen. Even een ander pad. In NRC werd u een interessante vraag gesteld, vond ik. Behoort een investering in een nieuwe kerncentrale tot de mogelijkheden, was de vraag. En u zei, nou ja, als het aan de criteria voldoet, waarom niet? Ja. Toen dacht ik, ja, hoe democratisch is dat? Met geld wat uit de zak van de burger komt, een kerncentrale financieren, is vast niet wat alle burgers zouden willen. Nee, nou, ik heb wel goed na moeten denken over dat antwoord. Maar dat wel heel bewust gegeven. Ook om te laten zien dat wij niet een politieke organisatie zijn. Dat wij niet aangestuurd worden door politieke wensen die ook van dag tot dag kunnen veranderen. En bij wijze van spreken de ene keer kunnen zeggen, kernenergie is de redding van onze economie. En de andere dag kunnen zeggen, kernenergie is fout. Wij kijken naar aanvragen die wij krijgen uit het bedrijfsleven. Wij kijken of bestaande kapitaalverschaffers het niet gewoon kunnen doen. Want als dat zo is, zijn wij niet nodig. En pas als wij zien, ja, het heeft echt te maken met een grote omwenteling in onze economie. En de bestaande partijen kunnen het niet. Die hebben ons nodig. Dan doet het. Dan stappen we in. En dan zou dat ook bij kernenergie kunnen zijn. Alleen op dit moment vind je weinig ondernemers en investeerders die bereid zijn daar zelf geld in te steken en dat rendabel te maken. Dus het is niet een van die aanvragen die in onze pijplijn zit. Hij ligt niet voor, maar het is natuurlijk een hypothetisch voorbeeld. Het is niet een principale uitgesloten. Nee. En daarmee is het dus een interessant voorbeeld. Kijk, als dat zo is, hè, dat u zegt, nou, we kunnen dat doen, die investering, als je aan de voorwaarden voldoet. Ja. Wanneer controleert de Kamer u eigenlijk? De Kamer krijgt, wij zijn eigenlijk een bedrijf wat georganiseerd is zoals Schiphol of de NS. Dus op afstand van de overheid. Mm. Een normaal bedrijf. We hebben een aandeelhouder, we hebben een raad van commissarissen. Daar leg ik verantwoording aan af. En vervolgens, die aandeelhouder die geeft eens per jaar, dacht ik, de jaarverslagen van alle staatsbedrijven, staatsdeelnemingen aan de Tweede Kamer. En dan kan de Tweede Kamer daar met de aandeelhouder over spreken. Ja. Maar de eerste evaluatie? Zelf zal ik de relatie met het parlement overigens ook gewoon goed onderhouden en regelmatig langsgaan. Want ik denk dat het in ons belang is dat men weet wat wij doen. U kent daar een paar wat mensen, wij doen. Ik heb er een paar, Maar de evaluatie is pas over 3 jaar, hè, begrijp ik. Dat is dat controlevraagstuk. Ik wil de hoera-stemming niet bederven, hoor, bij het nieuwe fonds. Maar toch even, een van die zorgen gaat dan over controle. En zegt de Rekenkamer dan, ja, er zijn veel meer fondsen zoals het uwe, van die revolverende fondsen waarvan het geld uiteindelijk terugkomt of terug moet komen. Ja. Maar we kunnen ze niet vinden, zegt de Rekenkamer. Ja. We hebben 1,5 jaar gezocht. We weten, het gaat om een bedrag van ongeveer 3,5 miljard euro dat er aan die fondsen gegeven wordt. Ja. Dus dat is nog aanzienlijk meer in totaal dan wat er nu aan uw fonds gegeven wordt. En we krijgen het niet exact in beeld. Want die fondsen die verdwijnen gewoon uit zicht. Ja. Nou, dat zal bij ons niet het geval zijn. Wij zullen maximaal transparant zijn.
Ook omdat we beseffen dat een goed politiek en publiek draagvlak uiteindelijk in ons belang is. Er zijn een paar grenzen. Kijk, ik mag niet nu noemen welke bedrijven we mee in onderhandeling zijn. Als een financiering slaagt, kan ik niet alle details geven over onder welke voorwaarden wij kapitaal hebben verschaft. Omdat dat uiteindelijk ook gewoon concurrentiegevoelige materie is en bedrijfsvertrouwelijke gegevens betreft. Maar binnen die grenzen zullen wij maximaal transparant zijn. Ja, maar dat is dus ook alweer een belemmering. Als u nou, zegt, nee, ja. Ik zie het juist als een les die wij geleerd hebben uit het nieuws van het afgelopen jaar, waarin inderdaad naar aanleiding van die rekenkamerrapportage natuurlijk wel een paar gevallen naar boven zijn gekomen van we weten niet waar het geld gebleven is. En soms ook, we weten wel waar het gebleven was. Maar jee, was dat nou de bedoeling ooit van dat geld? Nou, daar willen wij niet in terechtkomen. Nee, dus de voornemens zijn goed. Zeker, ja. Maar als ik dan de rekenkamer hoor over al die fondsen die ze niet kunnen terugvinden en het bedrag wat daar wel mee gemoeid is, dan denk ik, ja, uw voornemens zijn vast heel goed. Tegelijkertijd voegt u het nu aan toe, we kunnen niet alles vertellen, want sommige dingen zijn bedrijfsgeheim. Ja. Ja, het klinkt toch een beetje schimmig. Nou, ik vond het eigenlijk juist wel een heel positieve boodschap. Dat wij bereid zijn om het beter te doen dan waar men zich kennelijk tot nu toe aan geërgerd heeft. Wat mij betreft deels terecht. En hou ons er maar aan. Kijk maar of het lukt. Ik vind het een terechte vraag die aan ons gesteld wordt. Het is publiek kapitaal. Dan heeft het publiek er ook recht op om maximaal te weten wat ermee gebeurt. Ja, nou goed, uw voornemen is duidelijk en helder. En ik, waarom zou u daarop wantrouwen? Nog één citaat wat ik u graag wil voorleggen is van Ewout Eergang, lid van de Rekenkamer, zoals u weet. Hij zei, ja, op het moment dat de rendementen goed zouden kunnen zijn. Zo goed dat u ook zegt als nieuw investeringsfonds, wij stappen erin. Waarom zou je het dan niet aan een bank of een andere private partij overlaten? Ja, dat is juist. Een van de voorbeelden van ons is een Engelse bank, de Green Investment Bank. Werd ooit opgericht door de Engelse regering om windenergie te financieren. Dat was toen nog niet commercieel financierbaar. Zij brachten die markt helemaal tot ontwikkeling. Het werd vervolgens, mede doordat zij erin stapten, stapten anderen erin en werd het financierbaar. En vervolgens maakte die bank winst. Dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Ik bedoel, waarom moet een overheidsbank winst maken? Je hoort juist eigenlijk vooral verlies te lijden uiteindelijk. En op het moment dat het echt serieus goed gaat, moet je je afvragen of je nog wel doet wat je geacht wordt te doen. Die bank die is dus ook verkocht. Ja. Aan de markt. Dat de markt zei, we kunnen het nu zelf wel. Nou, voor ons zal hetzelfde gelden op het moment dat wij ons in markten begeven waar we niets meer toevoegen, omdat de markt het kennelijk zelf prima af kan, dan zullen we daar niet meer zijn. Dan gaan we kijken of we ergens anders waarde kunnen toevoegen. We zijn er niet om hoge rendementen te maken. We zijn er om Nederland beter te maken. Innovatiever, duurzamer, impact heet dat dan. Met voldoende rendement. En als op een gegeven moment blijkt dat die hele energietransitie prima gefinancierd kan worden door de industrie zelf, door banken, door venture capitalists, dan zijn er nog wel een paar andere terreinen die in de wet staan waar we ook mogen kijken of iets kunnen toevoegen. Begrijp ik goed dat u eigenlijk zo snel mogelijk overbodig wilt zijn? Ik vind het heel pijnlijk om daar ja op te zeggen, maar er klopt wel iets van uw statement. Als wij niet nodig zijn, dan moeten wij niet koste wat kost doorgaan. Wij moeten ons alleen daar begeven waar we iets kunnen toevoegen. Ja, nou heeft u al een behoorlijke tijd zitten wachten op een kantoor in de Zuidas tot het fonds eindelijk van start kon gaan, want het duurde maar langer en langer. Tijdelijk, hè, de Zuidas. Ja, want u gaat nu naar het koperkantoor. Ja, gelukkig. Ja. Maar dan zegt u nu, we hebben eerst zitten wachten, we gaan nu aan de slag en dan hopen we eigenlijk ook zo snel mogelijk weer overbodig te zijn. Je moet je met publiek kapitaal in essentie private markt alleen begeven als je daar nodig bent. En op het moment dat wij niet nodig zijn, moeten we niet gaan zitten concurreren met bestaande partijen. Dan moeten we zeggen, prima, jullie kunnen het nu kennelijk zelf af. Misschien moeten we iets anders doen. Laat ik één voorbeeld geven. In de wet staat bijvoorbeeld ook, kijk nou ook eens naar de circulaire economie. Dat gaat over of je minder grondstoffen kunt gebruiken. Of hergebruik. Met elkaar zodanig de economie kunnen organiseren dat de aarde niet wordt uitgeput. Dat is ook een hele grote transitie. Maar die loopt eigenlijk 10, 20 jaar achter op de energietransitie in termen van concreetheid. Van hoe gaan we dat nou doen? Welke bedrijven hebben we daar nodig? Hoe verdienen die bedrijven hun geld? En hoe moeten we ze financieren? Ik ga ervan uit dat wellicht over een jaar of 10 we daar misschien juist weer heel erg nodig zijn. Daar waar we nu vooral heel erg nodig zijn bij de energietransitie. Ja. Heeft u al één project op het oog? Iets, u hoeft geen namen te noemen hoor, maar iets waarvan u denkt, nou, daar moeten we nou de eerste 50 miljoen eens even in gaan stoppen. Ja,
En ik mag geen namen noemen, dus bij dat antwoord blijft het ongeveer. Wat voor soort iets? Laat ik het van een iets andere hoek benaderen. We hebben afgelopen donderdag, toen we open gingen, heb ik samen met gedeputeerde van Geruithuizen uit Brabant hebben we een gezamenlijk fonds opgetuigd om Brabantse innovatieve bedrijven die aan de vooravond staan van een enorme schaalsprong, om die te financieren. En als je in Brabant rondloopt, of het nou Breda is of Eindhoven in Den Bosch, daar gebeurt zo fantastisch veel moois. En daar hebben we nu gedaan precies wat we geacht worden te doen. Tegenover elk miljoen wat wij erin steken, steekt de provincie Brabant er een miljoen in. Achtergesteld, dus met meer risico dan voor normale banken zou gelden. Ja. En op die manier proberen we Brabant ook weer vooruit te helpen in de vaart der volkeren. Ja, plus wat private investeerders die dan ook mee moeten gaan. Natuurlijk, want die denken ook, als de provincie durft en als InvestNL durft, dan zal het wel goed wezen. Goed. 120 bedrijven inmiddels die in de rij staan. Het worden er vast nog veel meer. Heel hartelijk dank, Wouter Bos. Graag gedaan.